Ruud, heb jij nog een tip voor jonge keepers? Ook vanuit mijn eigen ervaring. Zorg dat je zoveel mogelijk traint. Hoe vaker je keeperstraining doet of hoe vaker je traint, hoe beter en hoe eerder je dingen gaat leren. En een tweede tip is, mocht er nou een keer wat fout gaan, hè, dat gebeurt niet vaak, maar mocht er nou een keer wat fout gaan in de wedstrijd, dan moet je er niet over gaan nadenken van wat er nou fout is gegaan, maar dan moet je gewoon proberen door te gaan. En als jij nou bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt bij een terugspeelbal en je hebt de bal verkeerd geschoten, betekent het niet dat het volgende schot wat op het doel komt, dat je dat dan minder goed zou kunnen pakken. Nee, dat kan, dat kun je gewoon wel, want dat heb je altijd al laten zien. Dus je moet je niet te veel aantrekken van een fout die je maakt. Nee, juist doorgaan en denken van kom erop. Want uiteindelijk ben je keeper geworden en heb je laten zien dat je goed kunt keepen. Dus ga de wedstrijd in zo van, nou kom erop, ik ga laten zien dat ik goed kan keepen. En dan durf ik te wedden dat het goed komt.